Tijdens mijn universitaire opleiding heb ik eigenlijk alleen maar te horen gekregen dat vaccinaties geweldig zijn. Toen een van mijn beste vrienden een kind kreeg, vertelde hij mij dat hij geen vaccinaties aan zijn kind wil geven. Dit is een Duitse man en in Duitsland krijgen kinderen veel meer vaccinaties dan hier in Nederland. Het eerste wat ik dacht: die is gek. Oh nee toch, een van mijn beste vrienden, een anti -vaxxer. Maar ik heb getracht mezelf in te houden met deze meningen en naar hem te luisteren. Wat is nou de reden dat hij zijn kind niet wil beschermen? En hij is toch met een aantal dingen naar me toegekomen waar ik van schrok. Wat blijkt nou, en dat is op zich ook heel logisch als je er even kritisch over nadenkt, vaccinatie, dat is helemaal niet een vraagstuk wat zo makkelijk goed of slecht te noemen valt. Er zitten heel veel kanten aan het verhaal. En ik zit hier vandaag met Frank Rusink en hij weet dat. Hij weet er veel van en hij strijdt om dat verhaal, wat meer naar de voorgrond te brengen. Hey Frank, kun je uitleggen wat, wat heeft nou gemaakt... dat jij begonnen bent met, met strijden voor, voor, voor een wat eerlijker gesprek? Ja. Over dit onderwerp. Zo dank dat ik hier mag, mag zijn. Ik Zij ja, blijf dit uh, gesprek. Ja, het was uh, 23 december 2005 toen het voor mij, uh, voor mij begon. Uh, we hadden twee dagen daarvoor hadden wij onze jongste zoon laten, uh, laten vaccineren. Uh, hij was toen uh, anderhalf. Was, uh, was die. En voor ons was het thuis een... een voor mij was het geen vraag of ons kind wel of niet zouden laten vaccineren. Je wil gewoon je kind beschermen. Dat was de gedachte die ik heel erg had. Ik had allerlei enge ziektes voor ogen. En ik dacht van een vaccin gaat mijn kind daartegen, daartegen beschermen. Uh, mijn vrouw die twijfelde nogal een beetje. Maar ik zei: we doen dat gewoon. Het is gewoon. Het is, ja, het is, het is, iedereen doet het. Dus yeah. waarom, waarom wij het niet. niet? Totdat we, hij twee dagen na de BMR-vaccinatie, dus dat is de bof, de mazelen en de rode hond, dat hij heel erg een koorts uh, kreeg. En op een gegeven moment zat ik s'avonds met hem, uh, hem op bed. En zijn hele lichaam begon echt te, te, te shaken. En ik keek hem aan in, in zijn ogen. En ik zag alleen maar oogwit. Ik had hem vast, maar hij was er eigenlijk niet, uh, niet, niet meer. Ik voelde ook zijn, zijn ademhaling voelde ik, uh, niet. Dus ik dacht echt van hij gaat gewoon ter plekke uh, dood hier in mijn, in mijn handen. Oh, groene. Dus ik had echt een. Ja, redelijke paniek die er bij mij ontstond. Mijn vrouw die was er wel wat helderder dan dat ik was. Ik, uh, ik, ik was gewoon bang. Ik had niks anders dan, dan dat. Uh, dus zij belde toen uh, het ziekenhuis uh, gebeld. De ambulance is gekomen. En hij is toen opgenomen die nacht in het, uh, in het, in het ziekenhuis. En voor mij was dat, uh, het, was die ervaring was heftig. Maar ook het moment daarna dat eigenlijk de arts vroeg van, ja, is er dan iets gebeurd? En Toen zeiden wij eigenlijk wel, ja, hij is twee dagen hiervoor gevaccineerd. En het werd, hij zei meteen, maar dat heeft er niets mee te maken ik had hem wel een beetje de vraag hoe kan je dat nou zo snel zeggen zo stil zeggen ja maar eigenlijk je richt je dan alleen maar op je kind en je bent gewoon met je kind bezig en je hoopt dat hij gewoon gewoon hersteld dus hij heeft toen een nacht daar in het ziekenhuis uh, gelegen en daarna mochten we wel weer naar huis uh, toe um, maar daarna bestond, ontstonden eigenlijk al die vragen van hoe kan het nou dat eigenlijk een kerngezond kind ja. uh, gevaccineerd wordt en twee dagen daarna in het ziekenhuis uh, terecht komt. ligt dat dan helemaal ons dus we zijn natuurlijk naar onze huisarts gegaan. Die zei: ja, het kan in ieder geval niet door de vaccineren komen. We zijn naar het consultatiebureau geweest. Die zei: het kan er ook niet door komen. Maar het voelde gewoon niet, niet kloppend. Intuïtief voelde we. Het is altijd oorzaak en gevolg. Het hele leven bestaat uit oorzaak en ja. uh, gevolg. Ja. Dus toen zijn we eigenlijk een heel onderzoek begonnen. Wat geleid heeft tot de plek die ik nu inneem met dit, met dit hele thema. Ja, want wat doe jij nu? Ik spreek me nu heel erg uit richting ouders om echt onderzoek te gaan doen. En het is voor mij, is het echt getriggerd door de brief, door de brief van Klaas Dijkhoff. Die heeft van op 23 augustus 2018, heeft u van mij de meest disrespectvolle brief geschreven die ooit een politicus geschreven heeft. Dat is de Klaasbrief, brief waarin hij eigenlijk heel uitgebreid inging op mensen zoals wij. We hebben ondertussen vier kinderen gekregen, we laten onze andere kinderen niet vaccineren. Dat doen we ook bewust niet op basis van alle kennis die we ondertussen verkregen hebben. Maar in die brief ging hij zo ridiculiserend om met mensen die hun kinderen niet laten vaccineren, dat ik het echt beschamend vond. En in die brief zei hij eigenlijk ook: we moeten eigenlijk maar nagedenken over verplicht vaccineren. En toen voelde ik echt: dit is voor mij echt de grens. Dit lichaam is voor mij. Um, het kan nooit zo zijn dat de staat bepaalt en de farmaceuten bepalen. wat voor vaccinatie er in mijn kinderen terechtkomt. Het is mijn recht, de onaantastbaarheid van het lichaam. En toen ben ik op, op één avond, wat het was op 4 mei, was dat 2019, ja. uh, ben ik losgegaan achter mijn laptop, heb ik een brief geschreven, negen kantjes. Ja, en die werd toen zoveel gedeeld in Nederland, dat ik voel van, ik moet hier gewoon in doorstappen. Ik heb mm -hmm. gewoon een verhaal te vertellen wat eigenlijk elke ouder die een kind krijgt, behoort te weten. Want wat blijkt nou, zitten er gevaren aan vaccinatie? Uh, voor mij zitten er, zoals je eigenlijk in je inleiding al zei, het is iets kan nooit alleen maar goed zijn. Iedereen die zich een klein beetje verdiept heeft in de farmaceutische industrie, weet dat elk medicijn bijwerkingen heeft. Elk medicijn wat je krijgt, wordt gezegd: lees de bijsluiter. Wat is het met vaccineren? Niemand krijgt automatisch de bijsluiter toegestuurd. Dat is verbazingwekkend, is dat. En ik ben hier gewoon heel erg met politici over in gesprek te gaan. En we zullen op meerdere gesprekken met politici terechtkomen. Maar ik heb één gesprek gehad met Pieter, uh, Pieter Omzicht. Politicus ja. waar ik echt wel respect voor heb, omdat hij zich echt inzet voor het welzijn van de mensen. En toen zei ik tegen hem ook: van hoe kan het nou dat we eigenlijk die automatisch niet toegestuurd krijgen? En toen zei hij: van ja, Frank, eigenlijk weet je dat zelf ook. En ik weet ook waarom we dat niet doen. We hebben een deal gesloten vanuit Nederland met, de, met EVAP, gewoon met de Europese Unie. Dat we de, de dekkingsraad op een bepaald niveau moeten houden. Op het moment dat je de bijsluiter thuis krijgt, ga je automatisch twijfelen. Want je weet dat er ook een andere kant aan zit. En wat wil de overheid um, voor? verhaal naar buiten brengen, dat je er vooral niet aan moet twijfelen. Dus er wordt één kant wordt heel erg belicht, dat het namelijk zo fantastisch goed voor je is, maar de andere kant van de medaille wordt niet verteld. En daar maak ik me heel erg druk over. Ik noem het de verzwegen waarheid. Mm -hmm. Ik vind echt, en ik kan het met een aantal verhalen aantonen, dat de overheid ons bewust informatie achterhoudt, zodat we maar blijven geloven dat het alleen maar goed voor ons is. En waarom moeten zoveel mensen gevaccineerd worden? Wat is een mis als bijvoorbeeld 10% van de mensen zegt... Ik, ik wil niet gevaccineerd worden. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou? De stelling die er, die er natuurlijk gedaan wordt... is dat er, we moeten eigenlijk een bepaalde dekkingsgraad in Nederland houden. Hm. Voor de mazelen wordt al gezegd... we moeten een dekkingsgraad van 95% hebben. En als we die, onder die grens komen... dan lopen we met z'n allen lopen we, lopen we gevaar. Um, en dat is een aanname die gedaan wordt... maar waar het wetenschappelijke bewijs van ontbreekt. En het mooie is... Is dat ik daar eigenlijk met Klaas Dijkhoff een deal voor gemaakt heb? Ik ben naar hem toe gegaan nadat ik mijn brief heb geschreven en heb ik met hem eigenlijk een deal gesloten. Ik laat mijn andere drie kinderen vaccineren als jij mij twee bewijsstukken levert. En één bewijsstuk gaat over die 95% dekkingsgraad die we maar moeten halen. Ik zeg, lever mij het bewijs, het wetenschappelijke bewijs, dat het daadwerkelijk klopt. Laten we zeggen, me raden, die 95% Dekkingsgraad, waar komt dat vandaan van een model? Dat is een model. Nou, we hebben natuurlijk heel veel geleerd, heel veel mensen in Nederland hebben in de afgelopen coronatijd veel geleerd over ja. modellen. <laughs> dat niet alle modellen die er zijn, de theoretische modellen, dat die waar zijn. Maar daar wordt wel op gestuurd. Vroeger, echt in de jaren 60, lag het dekkingsgraad wat eigenlijk geadviseerd werd vele malen lager. Ze zijn eigenlijk die dekkingsgraad steeds verder op gaan hoger. Dat ja. was ooit 55%, tot nu de 95% Jeetje. waar we aan, aan moeten, uh, moeten voldoen. Als dat zo zou zijn en als het zo zou werken, ja, dan zou dat op heel veel plekken waar nu eigenlijk een 100% dekkingsgraad is, de ziekte ook niet meer voorkomen. Maar ook op plekken waar gewoon 100% gewoon gevaccineerd wordt, heb je nog steeds die ziektes. Mm -hmm. het rapport in China waar dat uitgekomen is, en ook op een schip van Amerikaanse uh, militairen, um, is, zijn ook nog ziektes uit, uh, uitgebroken. Dus eigenlijk, als ik hier zo naar kijk, het is best wel, er zitten er wel wat ethische vraagstukken aan. Zoals wat je net aangaf. Hoezo gaan mensen voor mij bepalen of ik wel of niet ge, uh, gevaccineerd word? Ja. Hoe, hoe zie jij wat betreft de et, ethische et, kant van, van, van de farmaceutische industrie? En voor mij draait het ook weer over die ethische kant. Daar ben ik ook zo aangehaakt op die brief van Klaas Dijkhoff. Omdat ik ja. dat een onethische brief vond van een politicus. Ja. Van Ik vind als je politicus bent. Moet je zorgen dat er eenheid ontstaat in het land ja. en geen verdeling? Maar nou, als er ergens verdeeldheid over is, is het wel over vaccinatie. Er zijn super heftige discussies die plaatsvinden. Er zijn mensen die gaan scheiden door dit onderwerp. Er zijn, zijn ouders die ook met hun ex in de rechtbank staan over dit onderwerp. En dan vind ik dat je vanuit de overheid alles moet doen om volledige informatie te verstrekken. Mm -hmm. En er zijn een aantal dingen, laat ik even één ding noemen, wat eigenlijk nooit verteld wordt. In Amerika. Is er in 1986 is er een wet gekomen dat farmaceuten niet meer juridisch aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van vaccineren. Dat is natuurlijk al bijzonder, want in Amerika kan je overal van aangeklaagd worden, maar voor vaccineren is dat dus ja, niet het geval. Als ik het laat kan ik al aangeklaagd worden in Amerika. Ja. Klopt. Toen hebben ze hebben ze gezegd van, um, hebben ze een afspraak gemaakt met de farmaceuten. Jullie moeten wel één keer in de twee jaar je veiligheidsrecords, dat veiligheidsbewijzen over overhandigen aan de overheid, om te laten aantonen dat het wel veilig is. Rapporten. Precies. Wat blijkt, 32 jaar later via de Freedom of Information Act in Nederland hebben we de WOP, daardoor de ja. Freedom of Information Act, is naar boven gekomen dat in al die afgelopen 32 jaar dat niemand geen enkele farmaceut geen enkel bewijsstuk overhandigd heeft. Dus er wordt een afspraak gemaakt dat je niet meer niet meer uh, juridisch aangeklaagd te ja, worden. Dat stinkt. Precies. Maar het erger nog is, is dat ze toen gezegd hebben. Um, Mensen die wel hun kinderen laten vaccineren, betalen een bepaald bedrag mee aan een soort fonds wat opgericht wordt. Ze betalen 75 centen uh, is dat. Ondertussen is al 4,2 miljard uitgekeerd. Aan, uit dat fonds? A, uit dat fonds aan ouders waarvan blijkt dat of het kind uh, overleden uh, is. Of dat het eigenlijk daadwerkelijk getoond heeft tot schade in het, in het lichaam. Dat verhaal, dat het dus eigenlijk die impact kan hebben, wordt, no wordt nooit verteld. Kijk... Als, als het om immuunsysteem gaat, dat is een bijzonder, bijzonder complex ja. regulerend systeem wat, wat in ons huist. Ja. Ik kan me voorstellen dat bij uh, veel van die ziektes, en ook bij, bij jouw zoon, uh, dat het helemaal niet duidelijk is wat nou precies gebeurd is. En dat, ja. dat hij dan, dan bij het ziekenhuis komt en dat hij dat dan overleeft. Ik kan me heel goed voorstellen dat die 4,2 miljard die dus uitgekeerd is, dat dat eigenlijk nog de mensen zijn die het heel netjes konden aantonen. Maar in jouw geval kon je het volgens mij ook al niet aantonen of het wel of niet zo was. Heel veel mensen weten ook niet waar je het moet melden. Heel veel mensen hebben natuurlijk gezinnen dat traject. Niemand gelooft. ze. ze worden voor gek weggezet. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we dan het LAREP, hebben we. Maar het RVM is heel bekend. Maar het LAREP dat je daar de bijwerkingen kan melden van de vaccineren, dat is bijna bij niemand bekend. Dus is bijna niemand. Meld ook, ook, een, ook een reactie uh, na die tijd. Nee. Zijn zeg maar uitzonderingen die dat daadwerkelijk uh, doen. Nee, want die wordt gedemoniseerd. Klopt. En het bijzondere is, en dat neem ik ook het RIVM ook echt daadwerkelijk uh, kwalijk. Het gaat er niet om wat ze allemaal vertellen op hun, op hun website. Het gaat erom wat ze niet vertellen. Nee, even Laat ik even één voorbeeld uh, geven. In 2009 is toen de zaak naar buiten gekomen van, uh, van Freek Hagort. Uh, ondertussen heb ik heel goed contact met die, uh, met die ouders, vooral met Tam Hagort. Ja. Hun zoon is drie dagen na de vaccinatie is die overleden. Ja. Ze hebben een onafhankelijk onderzoek gedaan, hebben ze naar Milaan, hebben ze, hebben ze delen van zijn lichaam toegestuurd. En toen werd ook, werd ook duidelijk dat er eigenlijk gewoon stoffen in zijn lichaam aangetroffen werden die daar niet horen. Ja. Toen heeft dat moment, heeft de ex, ondertussen ex-directeur, de toenmalige directeur van het RIVM, Roel heeft dan gewoon op de NPO iets gezegd wat nu niet meer zou kunnen. Ja. Dat de vijf tot tien kinderen sterven na het vaccineren. Dat werd toen nog gewoon verteld, maar dat wordt nu niet meer verteld. Dat is nu ook nergens meer terug te vinden. Dus er even, wordt, wacht even, vijf tot tien kinderen per, per, jaar, per jaar sterven, overlijden aan vaccinatie? Ja, er wordt altijd gezegd na het vaccinatie, niet door de vaccinatie. Omdat je eigenlijk altijd op dat stuk komt waar... Ja, het is heel de, moeilijk te wijzen wat nou precies. Ja. Precies, er zijn maar weinig mensen die het lef hebben, wat de familie Hagel wel gehad heeft, om eigenlijk heel dat traject in te gaan, om eigenlijk hun gelijk uh, te halen. Alex Brenninkmeijer, de vroegere uh, verantwoordelijk voor de, de, de ombudsman, heeft er heel druk over gemaakt en die vond ook dat het niet kon hoe er met hun is om, uh, omgegaan. Uh, ik heb ook met andere ouders contacten gehad die ook um, um, bij het RVM gezeten hebben omdat hun kind overleden is. Kan ik kan misschien zo nog wel iets van vertellen wat ik heel schokkend uh, vond. Um, dus er zijn gewoon meerdere ouders, alleen dat wordt nooit verteld. En dat vind ik echt heel super kwalijk, vind ik dat. En daar speelt de overheid echt een super kwalijke rol in. Mm -hmm. Laten we toch even een voorbeeld noemen. Ja. 21 januari 2019 is er een ronde tafelbijeenkomst geweest in de Tweede Kamer om te gaan praten over het vaccinatiebeleid. Er is een groepering van de Stichting Vaccine Vrij die heeft gezegd, zouden wij niet aan tafel mogen komen? Want wij hebben eigenlijk heel veel ouders die zich gemeld hebben met allerlei schadelijke gevolgen. Die mochten niet aan tafel komen. Wie wel aan tafel. Dat is bizar om heel even te zijn, dan zorg je dat het tegengeluid gewoon niet mee kan doen. Klopt. Maar wie zat er wel aan tafel? Daar zat Rolf Remouri aan tafel. Ik ga ook gewoon de naam, naam noemen. Hij is verantwoordelijk voor bij GSK. Hij is head of sales, uh, uh -huh. is die. GSK is de leverancier geweest van het, uh, van het vaccin voor de Mexicaanse griep. Yeah, yeah. En dat is echt gigantisch fout, is dat gegaan. Er zijn heel veel kinderen die toen nakkelen, of er zijn kinderen die nakkelen hebben, hebben gekregen. De overheid heeft nu 5 miljoen euro uh, gereserveerd om eigenlijk die schadevergoeding eigenlijk uit te gaan, uh, te gaan geven. GSK heeft ook eigenlijk laten zeggen dat ze de bijwerkingen verzwegen hebben. Die er gewoon bij waren. Dat waren gewoon, ze waren bekend voor het vaccin. Voor het vaccin Mexicaanse griep. Klopt. En die worden nu wel uitgenodigd om mee te gaan praten over het vaccinatiebeleid van de overheid. En dan, dan, dat, ik, ik begrijp het niet. En daar maak ik me echt kwaad over. Ja, en dat neem ik ook echt. Voorstellen. Ja. Uh, dat neem ik uh, mensen als Hugo de Jonge kwalijk. Dat neem ik mensen als Paul Blokhuis neem kwalijk. Klaas Dijkhoff. En politici die dat gewoon, dat soort informatie niet met ons delen. Vandaar is dus ook eigenlijk mijn stuk, daar maak ik maar druk over, yeah. de verzwegen vaccinatiewaarheid. Mm -hmm. Mm -hmm. En waarom doen ze dat? Waarom zou je dat verzwegen, waarom zou je dat niet zeggen? Omdat je gewoon die politieke unie wil creëren om zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren? Omdat dat goed is voor de bevolking? Of... Um, er, zijn, er zijn meerdere, te en meerdere en dingen die er zijn. Het is in ieder geval de, de angst dat bij ons die vaccinatiegraad nog verder daalt. Yeah. Het is het heilige geloof in datgene wat ook wel gewoon door de farmaceutische industrie uh, verteld uh, wordt. En het is niet openstaan voor mensen uit de samenleving. Mm -hmm. um, ik noemde net de naam van Pieter, uh, Pieter Omzicht. Uh, iedereen weet ondertussen wel wat er fout gegaan is met de toeslagaffaire. Maar hoe lang heeft dat moeten duren voordat die ouders aan de bel getrokken hebben dat de politiek het serieus nam? Mm. Hoe lang moeten ouders al aan de bel trekken met wat er misgaat na het vaccineren? Die mensen worden allemaal weggezet. Um, alsof het allemaal gek is, zijn, terwijl het natuurlijk gewoon niet het geval is. Dus het is een politiek die bewust niet luistert naar signalen uit de maatschappij wat er allemaal fout gaat. We zien nu bij uh, dit hele corona-debakel, om het maar even zo te noemen... Ja. zien wij ook uh, vaccinaties die spelen een heel grote rol. Ja. Zo niet een centrale rol. Ja. Ik heb het idee dat er alleen maar op vaccinaties aangestuurd wordt. Ja. Hè, dus je ziet zelfs dat er schandalen worden uitgevoerd, om het zo maar te zeggen... om te zorgen dat uh, HCQ, hydroxychloroquine, ja. dat dat niet uh, een mogelijke medicijn is. Overigens is het zink en hydroxychloroquine, ja. die ja. helpt de zink naar binnen bij de cel. Um, hoe, hoe sta jij er tegenaan wat er nu gebeurt... en dat Bill Gates in één keer zo opreist als, als meester van de vaccinaties? Hij speelt natuurlijk een hele belangrijke rol daar, daarin. Maar even los van de rol die Bill Gates speelt... Yes. is het belangrijker wat, wat is de rol die onze politici daarin, daarin okay, spelen. Oké, ja, hou het even bij huis. Ja. Um, precies, en dat voel ik eigenlijk ook. Ik kan gewoon iedereen die ik wil kan ik gewoon te spreken krijgen. Als ik Mark Rutte wil spreken, kan ik hem spreken. En dat is ook de aanpak die ik het afgelopen jaar gevolgd heb. Ik ben yes. ze gewoon overal en nergens gaan opzoeken... Om eigenlijk maar elke keer dit verhaal tegen hun te vertellen. En ook te benoemen wat ze achterwege laten. Dat ze eigenlijk gewoon medeplichtig zijn aan die ouders die nu vaccinatieschade hebben. Dat ze ze daar niet voor geïnformeerd hebben. Ik ben op 16 april was dat. Uh, dat was al in coronatijd. Uh, was dat. dat was wel eigenlijk ongeveer een maand uh, dat het echt, echt speelde in, uh, in Nederland. Uh, ben ik naar de, hier dichtbij naar uh, de Tweede Kamer uh, gegaan. Ik stond er anderhalf uur uh, te wachten. En ik had één belangrijke vraag die ik, uh, die ik had voor uh, Hugo de Jonge. En ik kwam, ik kwam naar buiten en um, voordat ik die vraag stelde, legde ik me iets anders voor. Dat was net het moment dat Trump uit de World Health Organization gestapt was. Hij zegt van, ik ga mijn betalingen, schort ik, uh, schort ik op, ik ja. ga het onderzoeken. Ja. En ik ga 35 alternatieven ga ik onderzoeken, want er zijn alternatieven om uh, weer gezond te worden. Ja, evident. En, en ook die ja. ziekte te bestrijden. Ja. Dus toen zei ik ook tegen, tegen Hugo de Jonge die naar buiten kwam, van eigenlijk vraag ik je, en ik bid zelf, zet ik op het filmpje, onderzoek ook gewoon altijd andere alternatieven dan de vaccinatie. Toen zei hij, er is maar één oplossing voor dit probleem en dat is een vaccin. En toen dacht ik, hoe kan je nou als minister van Volksgezondheid, terwijl eigenlijk de ziekte nog maar net in het land is, al zeggen dat er maar één oplossing is? Hij heeft, Die stelligheid is gestoord, toch? Ja. En zeker, hij heeft toen in de Tweede Kamer heeft hij toen gezegd van, we moeten niet op de stoel gaan zitten van de dokter. Wat hij deed op 16 april richting mij, dus ja. hij ging op de stoel zitten van de ja. dokter. Het kan niet zo zijn dat er nog zoveel onbekend is over, over, dat, uh, over dat virus. dat je al zegt dat er maar één oplossing is. Ja, dan, dan stinkt het voor mij aan alle kanten. Ja. En dat vind ik echt, als je dan minister van Volksgezondheid bent. en dat je maar eigenlijk zegt dat er één oplossing is. dan sluit je echt je oogleppen. Dat vind ik echt super kwalijk. Heb je, heb je wel eens. Uh ministers van volksgezondheid en dergelijke, gevraagd naar de, naar de veiligheid van vaccinaties. Of ze daarachter staan. Ja, dat was eigenlijk de volgvraag, want dat was eigenlijk wel grappig. Hij ging, toen in de auto reed weg en op een gegeven moment kwam hij weer terug. Toen dacht ik, ik moet toch die vervolgvraag gaan, uh, gaan stellen. En dan heb ik hem de vraag gesteld van, minister, twijfelt u wel eens eigenlijk aan de veiligheid van vaccinaties? En toen zei hij meteen, de stellige die is nooit. Hey. Maar hij weet er niet eens zo heel veel van. Hoe kan hij dan niet twijfelen? Je moet toch aan alles, in ieder geval op een logische wijze, kunnen twijfelen? Het is toch een bizar antwoord. Het is, is super bizar, want als je kijkt, want hij is natuurlijk net kandidaat gesteld als lijsttrekker van het, van het CDA. En als je eigenlijk naar het christelijke aspect uh, kijkt, er wordt altijd gezegd: ja, van twijfel is onderdeel van het gezonde verstand. Ja. Maar hij laat die twijfel genees toe. Maar eerlijk gezegd, ik was ook schuldig hieraan. Ik was hier net zo schuldig aan in het gesprek met, me, met een van mijn beste vrienden. Heel simpel. Dat, ik, ik, ik dacht echt, hoe kan dat nou? Vaccinaties zijn echt geweldig voor de wereld. De, 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 hoezo ga je, je niet laten vaccineren? Wil je dat hij ziek wordt en dergelijke? Ja. Ik zat ook daarin. Maar ja, als ik later terug denk ik, ja, dat is on... ik heb maar één verhaal te horen gekregen. Van één kant. Ja. Maar als ik even logisch over nadenk als biochemisch, dan denk ik, ja, het immuunsysteem is hypercomplex. En dan ga jij complexe chemische moleculen. In grote hoeveelheden. Kijk, dat verhaal van. Sorry, dat is aan mijn kant, hoe ik ernaar kijk. Dat, dat mensen dan zeggen: ja, er zit een beetje kwik in dit of dat. En denk ik. Oké, okay, maar, 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 maar eiwitten, DNA, RNA, wat, wat, wat je dan ook inbrengt, suikers in sommige gevallen, het is helemaal niet te zeggen wat dat doet. En als je daar niet, als je daar niet een grondige studie op, op achterlaat en alles openbaar, openbaar maakt wat je vindt, dan, dan, dan ben, jij, ben je met levens aan het spelen op een manier die, die totaal onverantwoord is, volgens ja. mij. Maar dat is nu mijn mening geworden. Maar ik zat in het kamp van antivaxxen zijn gestoord. Nou, ik zat ook in het kamp. Het is niet voor niks dat ik mijn oudste zoon wel heb laten vaccineren. Ja. Dus ik zat precies in hetzelfde kamp. Maar als minister heb je gewoon een andere ja, rol. Een Hij weet wat er gebeurd is met de Mexicaanse griep. Die zaken, die, dat, 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 <laughs> dat, 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 dat speelt nog, dat speelt nog ja, steeds. Er zijn ja, toen 7500 meldingen ja. gedaan bij, bij het LARAP. Dus zeggen dat je nooit twijfelt. Het is super disrespectvol naar die ouders die nu nog een kind thuis hebben zitten met narcolepsie. Wacht even, 7500? Ja, zijn dat is best een grote hoeveelheid voor Nederland. Dat is een hele grote hoeveelheid. is, uh, is dat. Ja, en dat is dus meegenomen met het feit dat heel veel mensen durven helemaal niet naar dat soort toe te gaan, want dan worden ze actie antifaxen genoemd. Dus ik heb super veel reacties in mijn. Uh, vier, vier, ik kom heel veel hier op Facebook en uh, heel veel reacties uh, ja. ook van ouders die eigenlijk hun verhaal niet naar buiten willen brengen. Ja. vanuit de negativiteit die ze over zich heen krijgen. En daarom nogmaals, prijs ik echt Tan Hagort en het moed wat zij heeft. om met haar verhaal over Freek Hagort wel naar buiten uh, te komen. Ja. Um, maar daarom, daarom vind ik het echt een minister van Volksgezondheid echt onwaardig. Je kan dat gewoon niet zeggen. Is er wel eens onderzoek gedaan naar hoe schadelijk vaccinaties zijn voor kinderen? Wat dat uiteindelijk voor effect heeft. Bijvoorbeeld door kinderen die niet gevaccineerd zijn en kinderen die wel gevaccineerd zijn. En die dan op, met grote getalen daar onderzoek naar ja, te doen. Nou, ik vind het in ieder geval de plicht van de Nederlandse overheid om zo'n onderzoek te gaan doen. Ja, lijkt me vrij evident. Um, juist om het eigenlijk aan, aan te tonen. Kijk. Ja. Het heel makkelijk, onder om, om de oren slaan. Kijk, hier alsjeblieft. Zeker. We hebben het vier keer onderzocht. En um, kijk, ik maak me gewoon heel druk over de, gez de gezondheid van onze kinderen in Nederland. Uh, als je kijkt, laat ik nog even de cijfers vanuit Amerika noemen en de cijfers vanuit, uh, vanuit Nederland. Yeah. 54% van de kinderen in Amerika is chronisch ziek. In Nederland ligt dat op 25%. Dus Onderzoeken naar buiten gewoon 1 op de vier kinderen is chronisch ziek. Dus we nee. hebben geen gezonde kinderen. Echt nee, kan je wel stellen. En het wordt bijna gedaan alsof, alsof ziekte normaal is. Maar ziek zijn is niet normaal. Tuurlijk, ziekte is daar en ziekte zal er altijd blijven. Mm -hmm. Ik heb ook een mooi gesprek gehad met, uh, met Bruno Bruins. Toen ook nog minister van Volksgezondheid. Heb ik tien minuten lang, heeft hij echt heel respect voor mijn verhaal aangehoord. Filmpjes had ook nog op, op YouTube. En ik zei, ik ga de ziekte niet bestrijden. Er is ziekte en er zal altijd ziekte, ziekte zijn. Maar we moeten kijken of de oplossing, of dat het ethische en de juiste oplossing is. En of dat er geen andere oplossing is. En rijden. of we hem niet kunnen verbeteren. Precies. En het stuk van rondom vaccins heeft natuurlijk een mythisch gehalte gekregen bijna. Alsof dat, het, alsof dat het de enige oplossing is. Dat mensen bijna niet meer kritisch durven te kijken. Mm -hmm. En ik begrijp het ook hè. Ik begrijp heel goed dat ouders niet kritisch meer durven te kijken. Want als ouder heb je de keuze gemaakt om je kind te vaccineren. Dus opeens gaan, gaan twijfelen dat het misschien wel niet goed is. Is ook helemaal niet fijn. Want misschien kom je erachter dat het niet de juiste keuze is, ja, is, 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 is geweest. Ja, nee, is dus ik begrijp ook wel dat mensen mijn verhaal niet willen horen. Of om naar de andere kant van de... ...verzwegen waarheid te luisteren. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk dat het verteld wordt. Ja. Dus sommige mensen zeggen ook wel... ...ja Frank, je bent toch geen medisch specialist? Dat klopt, dat ben ik ook niet. Dus je hoort mij ook niet praten... ...over wat het effect van een vaccin is op, op een lichaam. Ik ben wel een expert als het gaat over machtsmisbruik. Ja. En hier zijn gewoon mensen die bewust hun macht misbruiken... ...om de mensen in Nederland maar iets te laten geloven... ...wat niet volledig waar is. Mm -hmm. En dat vind ik kwalijk. Mm -hmm. Maar is er ooit onderzoek gedaan tussen, tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen? Ik weet, in Amerika is er toen wel een onderzoek gedaan in 1999. Dat onderzoek het is niet grootschalig naar buiten uh, gekomen. Um, er zijn twee mensen in Amerika die um, echt heel actief bezig zijn op dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit thema. Dat is Dale Bigtree en Robert Kennedy uh, Jr. Uh, die hebben wel heel veel informatie erover uh, gepubliceerd. Ook over het over onderzoek van 1999. Uh, en daar bleek dat kinderen die niet gevaccineerd waren, dat die gezonder uh, waren. Mm -hmm. Maar voor mij gaat het om. Um, en ik heb binnenkort een gesprek met Paul Blokhuis. Volgende week vrijdag uh, spreek ik hem. En dan ga ik dat ook zeggen. Ik vind dat jij gewoon verplicht bent aan alle mensen in Nederland... die zich allemaal zo druk maken over het stuk van... is het nou wel goed en wat, wat betekent het allemaal... om gewoon zo'n onderzoek te gaan doen. Yeah. Alles wordt onderzocht in Nederland. Ik, dus soms zie ik onderzoeken van wetenschappers erbij komen... en ik denk, what's the point? Maar dit is ja. zo'n cruciaal onderwerp in Nederland, dat ja. moet gewoon onderzocht ja. gaan worden. Ja, ik kan me bijna niet anders voorstellen dat dit zijn juist, juist de vragen die ja. we onderzoeken. Dus dat, dat jij nu aankomt met het feit dat, ik hoop dat er ook Nederlandse onderzoekers zijn, om heel eerlijk te zijn, dat dit gewoon in elk land een keer gebeurt. Ja. Want we laten allemaal onze kinderen in ieder geval, wat is het, 15, 16 keer vaccineren. Met, tenminste, ja. 16 verschillende vaccins soms bij elkaar ja. gecombineerd. Dit lijkt me, lijkt me heel belangrijk. Ja. Je had ook nog iets verteld over Stanley Plotkin. Dat is ja. een naam die wij volgens jou allemaal moeten kennen. Hoe zit dat? Wat is dat? Ja, is dat? Voor mij zou iedereen op YouTube Stanley Plotkin moeten googlen. Nee, op YouTube in het Google. Gewoon zoeken: zoeken ja. naar die filmpjes die er is. Als je gaat kijken naar de, um, um, de top 50 van de meest belangrijke mensen op het gebied van vaccins, is ja. nummer één is natuurlijk Bill Gates. Zijn rol is echt supergroot. Mm -hmm. uh, hij zit natuurlijk in elk. Elk in, uh, instituut heeft hij bijna zijn geld uh, zitten. Maar nummer twee is Stanley, uh, Stanley Plotkin. Hij is gedaagd in een rechtszaak om daar getuigen, uh, getuigenis uh, uh, af te leggen. Ja. En is het door een man, is die negen uur ondervraagd. Nou, voor mij is dat de beste ondervraging die ik ja. ooit gehoord heb. Ik, weet niet wat ik hier... zou niet negen uur <laughs> ondervraagd willen worden. Over. <laughs> dat is heel veel. Maar er zijn twee onderdelen die daar heel belangrijk in, uh, in zijn. Er is eigenlijk gevraagd over uh, de invloed van um, menselijke cellijnen. En er zijn heel veel mensen die dat niet weten, um, maar in vaccins zit heel vaak de, de MRC-5 wat erin zit. MRC-5? Ja. Dat is een cellijn van een, een kindje wat geaborteerd is. Wat het effect is van die menselijke cellijn die in vaccins zit, is niet bekend. En je kan je al afvragen hoe ethisch dat is. Het Vaticaan heeft er ook een keer onderzoek naar gedaan. Hoe ja. ethisch is het nou dat er een menselijke cellijn in een vaccin, in de vaccin uh, zit? En toen heeft hij helemaal over verteld hoe dat, uh, hoe dat eigenlijk vroeger gedaan, uh, gedaan werd. Er zijn toen 76 kinderen zijn er geweest. Mm -hmm. die, gewoon, ja, die zijn gewoon levend geaborteerd. Want je hebt gewoon levend ja, ja, uh, ja, uh, 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 weefsel hoor. Ja. Ze hebben toen het hart in stukjes gesneden. Ze hebben het mild in stukjes uh, gesneden. Om eigenlijk maar te komen tot die cellijnen. Die uiteindelijk in een uh, vaccin ja. gebruikt, uh, gebruikt worden. Dat is natuurlijk belangrijk om soms te weten voor het coronavaccin, want dat vaccin gaat er natuurlijk komen. Het is belangrijk om dan te weten, oké, okay, maar welke menselijke cellijnen zitten, daar, zitten daarin? Maar Wat doen ze met die cellijn? Kweken ze daar uh, de, 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 bijvoorbeeld die eiwitten in op of die, virus, die, die dode virussen in op die ze nodig hebben? Nou, kijk, voor mij gaat het om dat het gebruikt wordt okay, en ja, dat het niet verteld ja, wordt. Ja. Voor mij gaat het dit stuk heel erg, wat wordt er allemaal niet ja, Zij zijn bang niet, dat je daarvan stelt. schrikt, dat je daar helemaal wild van wordt. Precies, dus wordt er eigenlijk heel weinig verteld. En dus wordt er alleen maar gedaan, het is hartstikke veilig. Ja, dan, science... behandel, dan behandel je je burgers als kinderen. Precies. Ik heb daar, daar zit mijn grootste probleem in. Maar ook de uitspraak: ik bedoel, jullie krijgen natuurlijk heel veel wetenschappers die jullie langs, hier uh, langs krijgen. Voor mij staat het mooie um, en het ook het bijzondere: bij vaccinatie wordt altijd gezegd: The science is settled. Science is huh, nooit. Hoe ze dat zeggen? <laughs> dan, dan weet je dat de science is nooit precies andersom is. Ja. Settled. <laughs> ja. Je krijgt altijd nieuwe inzichten, dus je moet het altijd blijven, blijven onderzoeken. Dus the science is settled ja. is een vaste ja. uitspraak. En, dus, en uh, vaccins are safe and effective. Het wordt altijd verteld. Alleen of het daadwerkelijk effectief is en of het veilig is, dat is maar de vraag. Mm -hmm. 2 en 3 december is er een summit geweest van de World Health Organization yeah. in Genève. Zat de crème de la crème van de, van de World Health Organization zat, zat, zat bij elkaar? Ze kwam heel duidelijk naar voren dat ook steeds meer artsen zich zorgen maken over safety, ja. Heidi Larsson zou iedereen ook moeten opzoeken. In de film van hij nog een keer, Heidi Larson. Heidi Larsson, ja, zij heeft al heel veel uitspraken uh, gedaan dat steeds meer artsen zich ook zorgen maken over de veiligheid van vaccins ja. en dat ze vanuit de World Health Organization ook veel meer onderzoek naar zouden moeten, uh, moeten doen. Zij zei ook: We zouden niet meer moeten praten over antifaxes. Het is achterhaald om te praten over antifaxes, de mensen die vragen stellen. Want dat zijn dan gewoon de mensen die gewoon kritisch zijn. Die hebben gewoon hele valide vragen die opgesteld worden. Mm -hmm. En wij moeten daar gewoon veel beter antwoorden op gaan, uh, gaan geven. En er zijn zulke bizarre filmpjes die eruit gekomen zijn. Ook iemand diezelfde de vraag, hebben we nou ooit onderzoek gedaan... Wat eigenlijk het stapelen van die vaccins op elkaar, wat dat nou allemaal betekent. In Amerika krijg je nu al 72. Dus daar zijn ze eigenlijk veel verder gaan ze erin in het aantal vaccins wat een kind krijgt. 72. Ja. Dus dat, dat, dat immuunsysteem van dat kind, dat heeft dus de eerste paar jaar van zijn leven het idee dat hij minstens, want daar krijgt hij natuurlijk ook natuurlijke wijze nog virussen bij, ja. 72 gevaarlijke virussen, bacteriën en dergelijke te maken heeft gekregen. Dat immuunsysteem denkt dus, ik leef in een oorlogszone. Ja. Of is dat, dat ja. is het gevoel wat ik daarbij krijg. Precies. Maar dan moet je wel weten wat het effect daarvan is. Ja, ik kan me voorstellen. Wat zei dus bij de Hulde? Wij weten niet wat het allemaal betekent om die vaccins op vaccins uh, te stapelen. Ja. En dan kan je niet. Ik weet wel wat het betekent, daar worden farmaceutische bedrijven heel rijk van. Nou, dat worden ze, worden ze ja, sowieso. Ja, ja. Maar dan nogmaals, kijk ik naar Hugo de Jonge, ja. kijk ik naar Paul Blokhuis, kijk ik naar een Klaas Dijkhoff, die ons dat niet vertellen. Ja. En dat vind ik een verantwoordelijkheid. Dat vind ik een verantwoordelijkheid door... in ja. ja. En dat tekent voor mij gewoon de, de incompetentie. En dat is dus waarom ik zo probeer om zoveel mogelijk mensen te bereiken. en Ik, ik schrijf superveel, ik doe allerlei verschillende acties die ik, die ik doe... om mensen dit maar te laten weten. Of iemand zijn kind al dan niet vaccineert, maakt mij niet uit. Echt iedereen, het is een vrije keus. Doe het vooral zelf. Maar informeer je wel. De gezondheid van je kind is het allerbelangrijkste. Dus laat je informeren en, en luister dus ook naar mensen zoals mij die bevlogen zijn om andere verhalen te vertellen. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, prachtig. prachtig. Nog even kort, Frank. Um, over een paar dagen demonstratie, 21ste. Ja. Voor onze vrijheid. Wat is daar gaande? Jij zit in het comité. Ja. Jij helpt mee. Ja. Maar er gebeuren bizarre dingen. Er gebeuren zeker bizarre dingen. Wat ik het, wat ik het positieve vind, hè? Ja. Yeah. Je kan zeggen dat het alleen maar negatief is wat er nu gebeurt. Ja, maar dat is helemaal niet. Heel goed. Dus een hele positieve kant aan wat er nu, nu gebeurt. Yeah. Kijk, voor mij was 4 mei vorig jaar het, het gevoel dat ik als man voelde, ik trek gewoon een streep in het zand tot hier en niet verder. Um, Waarom? 4 mei? Wat bedoel je? Dat was het, het moment dat ik eigenlijk voor het eerst mijn, mijn eerste brief schreef, richting yeah. Klaas Dijkhoff. Yeah. En dat ik voelde van, dit gaat zo over mijn grens heen, dat politici zo met mij omgaan. Yeah. Dat ze zo'n uh, disrespectvolle brief schrijven. Yeah. Ik moet gewoon opstaan. Er zijn nu heel veel mensen in Nederland die voelen van, dit klopt niet. Er is een Rob Elens als huisarts die zich uitspreekt. Yeah, er is een Willem, Willem, Willem Engel die zich, uh, die zich uitspreekt. Yeah. Er is een Maurice de Hond. Dus er zijn steeds meer mensen die eigenlijk vanuit hun eigen professie en vanuit hun eigen kunde opstaan en zeggen wat er niet, Het wat er niet, wat niet klopt. kunnen krijgen. Ja. Die komen daarmee op voor hun eigen vrijheid, maar voornamelijk voor de vrijheid van de volgende generatie. Ik weet wel hoe ik omga met, met vaccineren. Maar het gaat eigenlijk omdat mijn kinderen ook nog vrij zijn. Mm -hmm. Ik ben opgekomen voor dit stukje van medische, medische vrijheid. En nu zie je dus eigenlijk steeds meer mensen die gewoon opstaan. En gewoon het kleine stukje wat de overheid vertelt, gewoon kritisch gaan, gaan belichten. Dus dat vind ik echt de positieve tijd, wat er eigenlijk nu, al, nu is. Ik ben inderdaad gevraagd om mee te gaan doen uh, aan het organiseren van een de, de demonstratie. Mm -hmm. Fantastisch team wat we hebben. We hebben een aanvraag gedaan bij de gemeente om een demonstratie te doen voor 50.000 uh, mensen. Um, en uiteindelijk is het bijzondere wat eruit er gekomen is. Dat vanuit de gemeente is er nooit iemand toegewezen om eigenlijk gewoon uh, contact met ons op te nemen. Dus we hebben nooit een aanspreekpunt gehad. We hebben een goed aanspreekpunt gehad bij de politie. Yeah. Ik heb ook contact gehad met de politie. Dus niks dan uh, lof over datgene hoe zij met ons geschakeld hebben. Maar nu... De, eigenlijk twee dagen voor die tijd zeggen ze, die demonstratie wordt, uh, wordt, wordt verboden. Lekker terwijl, kort dag. Het is super kort dag, terwijl we de aanvraag al veel eerder gedaan, uh, gedaan uh, hadden. En dat er nu dingen ook in de media verteld worden over eigenlijk hoe we die, die, die demonstratie georganiseerd hebben. Ja. En die zijn gewoon niet kloppend. Nou, vertel. Um, dat er eigenlijk gezegd, werd, uh, gezegd wordt dat, uh, yeah, dat wij niet berekend zijn om eigenlijk voor, op, op zoveel mensen... Terwijl we eigenlijk een supergoed goed, uh, goed draaiboet in elkaar, uh, elkaar hebben draaiboek. Maar niemand heeft gevraagd naar de, de draaiboek. Ja. Dus ook bij de politie hebben ze niet gevraagd naar wat ons draaiboek is. De politie en de gemeente hebben allebei niet bij jullie aanvragen gevraagd van hey, hebben jullie een draaiboek? Hoeveel mensen verwachten jullie, et cetera, et cetera. Ze hebben het nooit gevraagd. Om dat, uh, en dat om zeggen ze nu? Jullie zijn er niet op bestand. Um, nou, dat komt in ieder geval wel wat er nu, nu naar buiten komt. Ja. Terwijl je hebt natuurlijk gewoon het recht om, om te demonstreren. Dat recht dat is toch wel Dat dachten Precies, maar voor mij is dat wel belangrijk dat we, ja. dat, we dat blijven snap voelen. Ik, ik. Wij hebben dat recht. Ja. Net zoals ja. dat. Ik heb het recht. Ja. Dat dit nee, is gewoon ik, mijn, mijn lichaam. Ja. Dus niemand, niemand hoeft mij dat recht te geven. Ja. Dat is gewoon het natuurlijke recht wat ja. ik al heb. Maar die rechten die zijn wel heel erg aan het eroderen. Ja. En die gaan harder dan ooit naar, naar, door de gootsteen. Ja. Oeh, ik, ik, maar zelfs het NS. Want laatste dan, maar zelfs het NS speelde mee, of dat hoorde ik van iets? Of is dat een gek gerucht wat ik dan... Ja, ik heb geen contact gehad met de NS, dus ik kan daar zelf eigenlijk niks nee. over zeggen. Ja. Voor mij is het ja. wel belangrijk. Want wat, wat wordt er over gezegd? Ja, kijk, er waren eh, geruchten, geruchten <laughs> die er waren dat er eigenlijk allerlei werkzaamheden bij spoor zouden, uh, zouden okay, zijn. En okay. die misschien niet zouden, uh, zouden zijn. Maar ik vind het belangrijk om te blijven, blijven bij datgene wat okay. ik echt daadwerkelijk weet. Dat te vragen. Nou, geen stoute vraag. Maar <laughs> ik denk dat het belangrijk is om... Blijf bij datgene wat je ja. zeker weet dat echt klopt. Ja. Ja. En wat ik zeker weet, dat we een Heel fantastische goed. goede organisatie goed. hebben. Dat we hele goede sprekers uh, hebben. Dat we een super goede vibe aan het neerzetten. En uh, zijn ook ja. zeker met dank aan Willem Engel, voor hoe hij het verhaal vertelt. Het gaat over liefde, het gaat over geduld. En nu gaat het ook echt over vertrouwen dat het over gaat. Dus we hebben nu een, 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 een spoed. Kort geding is er eigenlijk uh, nu, nu gaande. Ja, daar was je van, vanmiddag mee bezig, toch? Um, Jeroen Pols is daarmee uh, mee bezig. Ja. Uh, hij is, heeft hem op, echt op het juridische stuk uh, gestort. Ik ja. was vanochtend vanmiddag bij de politie ja. om nog te praten over de drie scenario's die er zijn. Of het gaat gewoon volledig uh, door, zoals we het aangevraagd hebben. Ja. Of er wordt eigenlijk gezegd in de rechtbank het moet in een bepaalde andere vorm uh, plaatsvinden. En dat kan zijn of het wordt korter, of het moet in een net iets andere vorm uh, zijn. Uh, of het kan natuurlijk gezegd worden dat het helemaal niet, door, uh, niet doorgaat. We gaan het zien. We gaan het zien. Maar ik, ik ga... voel wel de mensen die erbij betrokken zijn, die voelen zo de missie in zichzelf. Ja, als je het dat... nu niet voelt, dan ben je echt te laat. Klopt. En, en daarom, ja. dit stopt ook niet. Dus dit ja. stopt ook niet bij het, bij het stopzetten van dit, uh, dit korte ding. Dit ja. gaat nog veel verder. Uh, ja. Dit. Ja. Fantastisch Frank. Super dat je hiervoor inzet. Dank ja. je wel dat je ons ook wil inlichten over uh, de moeilijkheden rond het vaccineren. Ja. Um, ik hoop dat het interessant was. Ik, ik vond het zelf ontzettend interessant. Ik ga okay. mezelf nog wat uh, dieper inlezen over dit, uh, dit vraagstuk, want het is gewoon een heel complex en lastig vraagstuk. Ja. Frank, dank je wel dat je hierbij was zijn, dat Aha. je dit wou vertellen. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Dank jullie wel voor het kijken. En à uh, Yes.